Ja, een beetje de final songmuziek uit 2016 was dat. Het werd ondertussen 10 voor 10 en weer tijd voor onze volgende gast. Klopt, inderdaad. We gaan ons lijstje gewoon af natuurlijk. En dat lijstje is nog behoorlang lang. Maar onze volgende praatgast is ook netjes op tijd en die zit bij ons ondertussen. Dat is Romain Hoorman. Romain, goedemorgen. Goedemorgen. Romain, ik heb jou uitgenodigd omdat ik een paar weken terug een bericht zag verschijnen in de krant. Jij hebt een boek geschreven, Intelligentie in de Natuur. Vertel eens. Dat klopt. Wat boek mag dat zijn? Wel, het boek is ontstaan op basis van mijn eerste boek eigenlijk. Dat ging eigenlijk ook al een stuk over de natuur. Mm-hmm. Maar nu ben ik daar een heel stuk dieper op ingegaan. Namelijk het vraagstuk van, is er intelligentie in de natuur? En zo ja, waar komt die vandaan? En wat betekent dat voor mensen? Ja. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de achtergrond. Ja. Nu, om iets te vertellen over intelligentie, dat is een begrip op zich. En wij mensen hebben altijd de neiging om te denken aan menselijke intelligentie, als we dat woord gebruiken. En natuurlijk, menselijke intelligentie wordt heel veel aangewend. Als we kijken naar onze technologieën en onze machines en apparaten die we ontwikkelen, dan zal niemand ontkennen dat daar een hoop intelligentie komt bij kijken. Mm-hmm. Ik zal één voorbeeld noemen, het ontwerp en de constructie van een Airbus vliegtuig, bijvoorbeeld een A380, mm-hmm. om met dat groot voorbeeld te blijven. Ja. Ja, daar komt nogal wat bij kijken. Maar niet alleen intelligentie, daar komt ook een hoop informatie en kennis bij kijken. Mm-hmm. En ook heel veel coördinatie, want die onderdelen worden in verschillende fabrieken, verschillende landen gemaakt, door verschillende teams. Moet allemaal gecoördineerd worden. Al die duizenden mensen die daaraan meewerken, moeten enorm goed ook kunnen samenwerken. Dus samenwerking is een enorm belangrijk iets. En uiteraard speelt daar een grote mate van intelligente sturing bij. Want zonder die intelligente sturing komt dat ingewikkeld apparaat of die machine er niet, dat is evident. Mm-hmm. Dus die vier condities, informatie en coördinatie en samenwerking en intelligentie, zijn wezenlijke kenmerken die door mensen gehanteerd worden. Wat wij ons niet altijd bewust van zijn, dat is dat die vier elementen ook heel actief bezig zijn in de natuur. Mm-hmm. En daar staan we eigenlijk heel weinig bij stil. Ja. Ja? En ik zou zelfs meer durven zeggen, de mate waarin dat ze aangewend worden in de natuur, is zelfs oneindig veel groter dan diegene die we zelf aanwenden. Mm-hmm. Maar we zijn dat zo gewoon van dat te zien, dat we niet eens meer bij stilstaan. Ja? En het heeft eigenlijk allemaal te maken met het bewustzijn dat die vier elementen ook aanwezig zijn in alle levende wezens. En met levende wezens bedoel ik alle planten, alle dieren en alle mensen. Ja. En wat gemeenschappelijk is in die levende wezens, in die enorme diversiteit, die miljoenen soorten, dat is dat zij allemaal gemaakt zijn van cellen. Ja. De cel is het meest centrale stuk in de natuur en is het basiselement ook. En het meest wonderlijke levende wezen dat er bestaat. Nu, ik zeg dat de cel een levend wezen is, alhoewel die maar 1/100 van een millimeter groot is. Ja. Maar de cel is een levend wezen. Mm. Ja. Want moest dat niet zo zijn, dan zouden wij er ook niet zijn. Ja, klopt. En alle levende wezens zouden er niet zijn. Mm. Want een dode cel kan geen levende cel maken. Mm. Het is alleen maar een levende cel die zich kan splitsen in 2 cellen en dan 4 en dan 8 enzovoort enzovoort enzovoort. Totdat er daar een boom of een bloem of jij of ik of een olifant of een muis uitkomt. Ja. Ja? Dus het centrale gebeuren in de cel, in de natuur, heeft te maken met de cel. En men heeft die al tientallen jaren bestudeerd en men valt van de ene verbazing in de andere eigenlijk. De cel is een ongelooflijk complex iets dat eigenlijk zeer intelligent functioneert. Mm-hmm. Enorm intelligent functioneert. En het toppunt van die intelligentie, de concentratie van die intelligentie, zit eigenlijk in de celkern. Waar ons DNA in zit, of het DNA van alle levende wezens. Ja, ja. Want alle levende wezens hebben een DNA. Mm-hmm. En daarin zit eigenlijk wat je zou kunnen beschrijven, het softwarepakket van het levend wezen. Mm-hmm. En onder andere Bill Gates heeft daarover gezegd dat het DNA in een cel functioneert als een computerprogramma. Maar één dat zo complex en ingewikkeld is, dat het alle softwarepakketten die wij als mensen gemaakt hebben eigenlijk fel overschrijdt. Ja. Wij hebben nog nooit zo'n ingewikkeld pakket gemaakt als datgene wat in een DNA zit. Ja, ja. En dat bevindt zich
in onze cellen, in elke cel, ja, over een afstand van 1/1000ste van een millimeter. Oké, ja. Dus dat is wat ze in het Engels noemen mind-boggling. Ja, ja. Daar kunnen wij absoluut niet meer bij. Nee. Daar kunnen we alleen maar in bewondering en verwondering bevallen. En ja, bijna achterovervallen van verwondering, laat ons zeggen, dat het zo in elkaar zit. Maar dat is zo. Dus dat is, want in elk van die cellen zit dus ook die informatie, die coördinatie, die samenwerking en die intelligente sturing. Mm-hmm. Die zit dus, die vier elementen van de, die nodig waren voor de Airbus te bouwen, zijn dus ook aanwezig in elke cel van elk levend wezen. Ja. En dat op zich is al, allez, daar kunnen wij gewoon niet bij. Mm-hmm. Want we mogen niet vergeten, ons lichaam bijvoorbeeld bestaat uit 30.000 miljard cellen. Oké. Okay. 30.000 miljard, dat alleen al is iets dat wij ons niet kunnen voorstellen. Ja, nee. Maar elk van die 30.000 miljard bevat dus die genetische code en die genetische informatie, dat ingewikkeld computerprogramma, op die afstand van 1/1000ste van een millimeter. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal dingen, want dan zeggen, ja, dat valt er van achterover. Van achterover, uiteraard. En wij zijn niet de enigen die daarvan achterover vallen, maar er zijn ook vele andere mensen die dat bestudeerd hebben. Die daar mateloze bewondering voor uit hebben, onder andere Einstein zelf. Ja, ja. Einstein heeft gezegd, de harmonie die in de natuur te vinden is, getuigt van een intelligentie van dergelijke complexiteit en grootte, dat daarmee vergeleken alle intelligentie en alle streven en doen van mensen bijna in het niets verdwijnt. Mm-hmm. Dat eigenlijk vrij onbeduidend naar voren komt. Ik vond dat toen ik dat las nogal een krasse uitspraak. Ja. Een van, amai, meent hij dat nu echt? Maar als je daar dieper op ingaat en je leest aandachtig wat er daarover te lezen valt, dan kun je niet anders dan Einstein eigenlijk gelijk geven. Ja. Wat dat wij ook doen als mensen en hoe hoog dan we ook begaan zijn met onze eigen intelligentie, eigenlijk is dat nog maar een kleinheid in vergelijking met de intelligentie die overal en altijd in de natuur werkzaam is. Mm-hmm. Ja? Ja. En dat gebeurt dus allemaal buiten onze wil om. Ja, hè? Vooral dat. Hè? Ja. Ook in ons eigen lichaam. Mm. De manier waarop dat ons eigen lichaam op een uitzonderlijk intelligente wijze bepaalde ingewikkelde processen aanstuurt. Het regelen van bloeddruk, ons hormonenstelsel, ons afweersysteem, ons lichaamstemperatuur, noem maar allemaal op. Dat zijn uiterst complexe processen die eigenlijk aangestuurd worden zonder dat wij daar bewust iets aan doen. Mm-hmm. Onze hersenen zijn daar eigenlijk bij wijze van spreken niet actief of logisch bij betrokken. Maar het gebeurt wel. Mm-hmm. Dus er is een zekere intelligente invloedsfactor in ons lichaam en in alle levende wezens, ook in de bomen en de planten en de bloemen, werkzaam, die eigenlijk op automatische piloot bijna al die dingen in de natuur op zeer intelligente wijze aanstuurt. Mm-hmm. En ik heb dat in mijn boek het intelligentieveld genoemd. Mm-hmm. Ja? Maar what's in a name? Je kunt dat noemen wat je wilt. Maar ik heb dat zo genoemd omdat dat eigenlijk een beetje te vergelijken valt met het zwaartekrachtveld in de natuur. Wij weten allemaal dat het zwaartekrachtveld bestaat, ja. Ja, want wij kunnen niet zomaar van onze stoelen omhoog springen en blijven zweven, zoals de ruimtevaarders. Wij worden aangezogen door de aarde, door dat fameuze aantrekkingskrachtveld. En dat is dus in de kosmos overal aanwezig, overal. Mm. Hier ook, in deze ruimte, in de kelder, op de zolder, overal werkt dat. En het werkt op alle levende wezens. Ja, die zijn er onderhevig aan. Wel, op analoge wijze zou je kunnen het intelligentieveld daarmee vergelijken. Ja. Het is overal. Mm-hmm. Je kunt het niet pakken, je kunt het niet zien. Mm-hmm. Het heeft geen gewicht, het heeft geen vorm. Maar het is actief op alles dat bestaat. En het heeft op alles dat leeft erin invloed. Mm-hmm. Ik vind dat een goede manier om dat te vergelijken. Want dat intelligent gebeuren, dat natuurlijk intelligent gebeuren, zou wel eens op dezelfde manier kunnen werken. Ja. Iets dat we niet zien. Met onze zintuigen. Mm. We hebben ook geen apparaten om het te meten. We kunnen dat nog niet meten. Trouwens, het zwaartekrachtveld hebben we ook heel lang niet kunnen meten, omdat we de technologie niet hadden. Ja, klopt. Mensen weten al honderdduizenden jaren dat het zwaartekrachtveld bestaat. Mm-hmm. Want iedereen voelt dat dagelijks aan. Ja. Ja. Maar het heeft geduurd tot begin 2017
vooraleer dat men wetenschappelijk de zwaartekrachtvelden kon meten en aantonen. Mm-hmm. Dus om maar te zeggen hoe dat iets in de natuur kan bestaan waar we vertrouwd mee zijn, maar dat we eigenlijk nog niet kunnen meten. Mm-hmm. En ik vermoed dat al wat te maken heeft met natuurlijke intelligentie, hè, natuurlijke intelligentieveld, dat dat ook zoiets is. Ja. Nu, een andere reden waarom dat misschien interessant is om dat nu te sprake te brengen, is omdat er heel veel gesproken wordt over artificiële intelligentie vandaan en dan. Klopt, ja. Met alles eraan en erop. Ja, ja. De positieve en de gevaarlijke elementen. En dat is inderdaad artificieel. En daartegenover staat de natuurlijke intelligentie. Ja? En die is oneindig veel mooier, complexer en ingewikkelder dan dat we ooit gaan kunnen doen met artificiële intelligentie, hoe hoog dat men er ook mee oploopt. Maar het grote thema is dat ik in mijn boek ook behandel. Vooraleer dat we ons 100% richten op die artificiële intelligentie, zouden we eigenlijk ook beter beginnen leren met de natuurlijke intelligentie. Mm-hmm. En we kunnen nog enorm veel leren van de natuur. Ja. Ongelooflijk veel. Ja. Als we kijken terug naar het voorbeeld van die Airbus. Ja. De samenwerking die nodig was om die Airbus dat te maken. De coördinatie die er nodig is. De harmonie die daar uiteindelijk uitkomt. Dat zijn dingen die wij niet altijd goed toepassen, wij mensen. Ja? En we kunnen op die vlakken samenwerking, het creëren van harmonie en samenwerking en coördinatie, enorm veel leren. Ongelooflijk veel. En als we ons daarvan bewust worden, dan beginnen we ook op een andere manier naar de dingen te kijken. Ja. Ja? Ja. En dat is eigenlijk de toegevoegde waarde, denk ik, van het onderwerp intelligentie te gaan bestuderen. Ja. Omdat we zoveel kunnen leren van de natuur. Ja? Men is ook bezig, Romein, dat zou je ook niet ontgaan zijn natuurlijk, over het milieu, het klimaat en dergelijke meer. Als ik jou hoor vertellen, ja, de intelligentie die in de natuur aanwezig is, kan dit ook het probleem aanpakken, denk je? Wel, de natuur doet dat continu, hè? Op een zeer intelligente wijze. Mm. Ja? Een stom voorbeeld of een hypothetisch iets dat je zou kunnen aannemen is bijvoorbeeld, veronderstelt dat alle mensen van deze aarde op een blauwe maandag in een raket kruipen, mm-hmm. een reuze grote raket, en afgeschoten worden naar een ander sterrenstelsel. Mm-hmm. En alle mensen zijn weg hier. Ja. Dan kunt u inbeelden wat er gaat gebeuren met de aarde, mm-hmm. met de planeet, mm-hmm. binnen 100 jaar, binnen 500 jaar, binnen 1000 jaar, binnen 5000 jaar, binnen 10.000 jaar. En als je dat doordenkt, dan kom je tot de vaststelling dat de natuur intelligent genoeg is om terug tot evenwichten te komen en tot mooiheid en de harmonie enzovoort. Maar het is de mens die dat verstoort. En waarom verstoort hij dat? Omdat de mens de grote fout gemaakt heeft van zich buiten en boven de natuur te stellen. Ja? Er zijn daar veel theorieën over, die teruggaan tot bijbelse verhalen en al die dingen. Van hij mocht de natuur domineren en baas zijn en heer en meester van de natuur en zo. Dat zijn dramatische falingen geweest eigenlijk, van dat in ons gedachten te prenten. Want wij hebben geen enkel recht om ons boven de natuur te zetten. Mm. Wij zeggen van onszelf dat wij zo intelligent zijn, ja. Maar onze intelligentie, zoals er is duidelijk gemaakt, is maar niks in vergelijking met de intelligentie die in de natuur zit. Maar dat zijn dingen die we onszelf wijsgemaakt hebben. Ja. De mensheid heeft zichzelf dus geleidelijk aan op een ten onrechte, op een soort van de piedestal gezet. Ja? En nu zijn we ons dat bewust aan het worden van, oei, wat zijn we nu aan het doen? Wat zijn de consequenties van die faling eigenlijk? Van onszelf buiten en boven de natuur te zetten. En het is enorm belangrijk dat meer en meer mensen zich daar bewust van worden en dat terug proberen recht te zetten. Ja. En we zijn daar gelukkig mee bezig nu. Maar ja, het zal nog een tijdje duren vooraleer dat de hoeggemeente daar volledig mee bezig is. Dus inderdaad, we moeten leren van de natuur. Dat is eigenlijk onze grote leermeester. Ja. Ja? En het heeft allemaal te maken met die cellen uiteindelijk. Hè? Want alles hangt af van de cellen in de natuur. Ja. En daar zijn ook heel veel interessante dingen om te vertellen. Want de vraag is, waar halen die cellen dat dan vandaan? Mm-hmm. Wel, die cellen doen dat eigenlijk al 3,5 miljard jaar. Sinds het ontstaan van leven, eigenlijk, op deze aarde. En, want indien de eerste cellen niet de intelligentie zouden hebben van de huidige cellen, dan zou het evolutieproces eigenlijk nooit kunnen gestart zijn. Mm-hmm. Ja? Want dat evolutieproces dat verloopt volgens de principes van lukrake mutatie en daarna selectie, natuurlijke selectie, is begonnen dus eigenlijk na
het splitsen van de eerste cellen. De grote vraag is eigenlijk, waar kwamen die eerste intelligente cellen dan vandaan? Mm-hmm. Ja, en dat is een reuze interessant en moeilijk vraagstuk, waar wij weer worstelen en waar we geen klare antwoorden op hebben, maar waar wel een aantal interessante theorieën over bestaan. Ja? Eén theorie zegt van, ja, dat is allemaal per toeval gegroeid, die zijn per toeval ontstaan. Persoonlijk geloof ik daar niet in en ik ben daar niet alleen in, omdat iets dat zo oneindig complex en intelligent in elkaar zit, per toeval doen ontstaan. Per toeval lijkt heel onwaarschijnlijk te zijn. Ja, want daarvan heeft Einstein ook gezegd, de waarschijnlijkheid dat dat zo is, zegt hij, is ongeveer te vergelijken met het volgende voorbeeld, dat indien je alle letters van een roman, die in een roman staan, mm-hmm. ja, individueel zou uitsnijden uit in een boek, en gooit die letters allemaal in de lucht, afzonderlijk, hè, en dan dwarrelen ze daar beneden, dat die eigenlijk allemaal weer op de juiste plaats vallen in die een boek. Ja. En dan van zeggen we, ja, allee, dat is gek. Dat is al te gek om dat voor te stellen dat dat gebeurt. Dat kan niet. Dat kan niet. Quasi onmogelijk. Wiskunde kunnen natuurlijk niet zeggen dat dat onmogelijk is, maar de kans dat dat gebeurd is zo oneindig klein dat uiteindelijk geen rekening moet mee houden. Wel, evenzo moeten we eigenlijk geen rekening houden met de waarschijnlijkheid dat cellen per toeval ontstaan zijn. Mm. Maar waar komen ze dan van wel? Wel, de wetenschap is geleidelijk aan het verschuiven in de richting van leven is niet alleen ontstaan op de aarde. Dat is ontstaan op oneindig veel plekken in het heelal. Niet allemaal dezelfde tijd, maar heel veel plekken. En het zou ook niet te verwonderen zijn dat dat zo is. Anderzijds, indien leven alleen zou ontstaan zijn op de aarde, ja, we zijn toch eigenlijk maar een heel klein bolletje in dat geheel. Dus waarom? Het is veel logischer om te veronderstellen dat leven ontstaan is op heel veel plaatsen in het heelal. Nu, dat leven en via de explosies van sterren enzovoort en het stof dat ronddwarrelt in de ruimte, of delen van dat leven, onder andere aminozuren en belangrijke stukken die nodig zijn om het DNA te maken, die zweven blijkbaar rond in de ruimte ook. Want men heeft dat kunnen onderzoeken door meteorietstenen te onderzoeken die van, ik weet niet waar komen, maar heel veel ver. En die bevatten inderdaad die basiselementen die nodig zijn om leven te maken. En vandaar dat de theorie aan het verschuiven is in de richting van, ja, leven komt waarschijnlijk wel toegewaaid, bijna letterlijk, per toeval. Komt dat in de loop van de aarde terecht en valt dat op de aarde. Want het is inderdaad zo dat er jaarlijks op de aarde 40.000 ton kosmisch stof neervalt. Wel, in dat stof kunnen dus die basiselementen van leven ontdekt worden. Onder andere in de overschotten van meteorietsteentjes. Dus het schuift in die richting en ik vind dat wel een vrij aannemelijke hypothese ook. Ja. Dus leven is waarschijnlijk niet ontstaan alleen op de aarde, maar heel het heelal. Ja. En de schepping, om dat woord nu te gebruiken, gebeurt continu in het heelal, ook nu. Het heelal is ook eigenlijk één groot levend organisme. Van komen en gaan, sterren worden geboren en na zoveel miljoen of miljard jaar ontploffen ze en sterven ze. Het is allemaal levend, het is allemaal een levend wezen. Ja. En dan, als je dat vanuit die kant bekijkt, wordt dat wel een harmonisch iets om te bekijken. Ja. Dus het onderwerp is zeer interessant, zeer boeiend, heeft heel veel tentakels, maar kan ons ook in de juiste richting sturen naar de toekomst toe. Ik wou vragen, Romain, van waar jouw passie om, want ik merk een ongelooflijke passie voor dit onderwerp bij jou. Van waar die passie? Ik weet het niet, ik denk dat ik daarmee geboren ben. Ah, ja. Ik heb altijd die passie gehad, ook als kleine jongen. Altijd heel veel bewondering voor de natuur en een enorme zucht om te begrijpen hoe dat het in elkaar zit. Mm-hmm. En mijn leven lang eigenlijk lezen en studeren daarover en ook wetenschappen gedaan als studies, omdat dat mij interesseerde. Ik weet het ook niet, ik heb daar geen antwoord op. Waarom moet men jouw boek lezen, denk je? Wel, om de redenen die ik verduidelijkt heb, om ons bewustzijn te verruimen over wie wij zijn en wat wij aan het doen zijn met de natuur. En vooral wat wij daar kunnen uit leren. Ja. Want er zijn enorme lessen uit te trekken. Mm-hmm. En dan gaan we ook voorzichtiger omgaan, denk ik, met dingen zoals artificiële intelligentie. Ja. En we gaan ook meer geneigd zijn om als mensen onderling samen te werken en ook meer samen te werken met de andere levende wezens. Mm-hmm. Want in feite is er niet zoveel verschil tussen al die levende wezens. Dat klinkt misschien eigenaardig. Ja, maar toch. Ja. Maar als ik u vertel dat
Ons DNA is voor 65% hetzelfde als het DNA van een banaan. Hmm. Wel, dat klinkt dat ongelooflijk. Hè? Ja. Maar wij staan eigenlijk veel dichter bij de planten dan we vermoeden. Ja. En we staan nog veel dichter bij de dieren dan we vermoeden. Ja? Ons DNA is voor 99% gelijk aan dat van een chimpansee. Ja. Ja? Dus alles wat leeft, en ik heb dat gezegd in het begin, planten, dieren, mensen, alles wat leeft, is gebaseerd op cellen en die cellen zijn gebaseerd op DNA. Mm-hmm. Ja? En dat is ontstaan 3,5 miljard jaar geleden. En dat is de gemeenschappelijke moeder of vader, zou je kunnen zeggen, van alles wat daar nagekomen is. Ja. Trouwens, Darwin heeft op basis daarvan de fameuze levensboom geconcipieerd, getekend. Mm-hmm. Een pracht van een structuur, hè, met een stam en vertakkingen die tot in het oneindige gaan. Wel, dat zijn die oorspronkelijke cellen in die stam die zich gaan vertakken zijn via het proces van mutatie en natuurlijke selectie. Vertakken in de richting van planten, in de richting van dieren en in de richting van de micro-organismen enzovoort. Ja. Maar uit de grote takken komen de kleine takken en uit de kleine takken komen de nog kleinere takken enzovoort. Dus het is allemaal ontstaan uit die moedercellen. En dat is... Het is zo mooi om dat allemaal aan elkaar te knopen. En dan valt de puzzel in elkaar. Ja. Versta je? In alle gevallen een boek die we eigenlijk moeten gewoon lezen, denk ik. En dan is de boodschap. Waar kunnen we de boeken trouwens aankopen? Die is hier te koop in de standaard boekenwinkel in Tiel. Ja, ook dan. Ja, dus bijvoorbeeld, moeten we zelfs nog niet verder lopen. Dus, inderdaad, niet. Om toch een beetje die intelligentie die in de natuur echt wel aanwezig is, om die ook te begrijpen als mens. Ja, dat moet de boodschap zijn om die boek te lezen. Ja, want ik leg die natuurlijk maar een tipje van. Ja, uiteraard. Hè. De rest moeten ze lezen in het boek, Romein. Dat is de bedoeling. Ik wil jou heel hartelijk danken om eventjes te willen langskomen om dit boek te bespreken, zal ik maar zeggen, en voor te stellen. Ik wens jou veel succes en ik wens jou nog heel veel boeken toe zelfs. Dank je, vriendelijk. Oké, wij gaan een beetje muziek maken en dan gaan we over naar onze volgende praatgasten.